Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Chilltrax. De enige rechte natuurlijk. Nou, de dag na de storm. Ja, wat is er allemaal gebeurd? Nou, bij mij zijn de schuttingen dus omgevallen. En we zijn nu dus een dag later. En we gaan nou eens eventjes kijken hoe het buiten is. Want buiten zal er ook een hele hoop storm zijn. Nou, je ziet het hier ook. Kijk eens. We zijn trouwens bij de Hartel zijn we. Ons oude werk, onze oude werkgever. Ja, kijk, daar staat onze oude werkgever daar zo. Maar ja, aardig wat schade. Kijk eens jongens. Oh, die boom. Het is helemaal omgewaaid. Ja, een flinke schade. Flinke schade. Ja, dat is gewoon finaal gewoon echt afgebroken. Dus ja, lekker zootje. Als je helemaal groen hebt, heb je in ieder geval weer een hoop werk te doen. Hallo. Dus ja, hier ook allemaal kleine takjes allemaal. Die is eigenlijk de grootste, die is echt gewoon erg finaal gewoon afgebroken. Dus ja, we gaan eens eventjes kijken wat de schade is. Nou, je ziet het daar verderop ook al allemaal omgewaaid en rotzooi en zo. Dus ja, de schade heb echt flink huis gehouden hier in Nederland. Het was echt, een flinke hoogwind was het. Het was ook voor mij een van de ergste stormen in Nederland die we tot nu toe gehad hebben. Ik weet niet meer precies hoe het was, maar in ieder geval ja. Ja, hier ook. Hier is ook alles omgewaaid en kapot en afgebroken. Ik ben trouwens niet alleen, ik ben trouwens samen met... Wat? Ik ben trouwens samen met... Ja, met deze... Dit is Kevin. Ja, ik wou weer bijna weer zeggen... Ik wou bijna weer zeggen Kevlos 22, maar dat is het niet. Dit is Kevin, de enige echte. Ja. Nee, ik wou eerst zeggen van Kevlos 22, maar ja, dat is geen Kevlos 22 meer. Nee, klopt, dat is het niet dus meer. Dus tegenwoordig... Dit is Kevin, Vlogs en Games. Twee kanalen. Ja. Klopt. Nou, laten we binnen gaan. Het is koud. Ja. Ik vind het echt frissies. Dus ik even zeggen, stel je niet aan, val wel mee, ja. Het is 8 graden. Ja, maar ik vind het toch koud. Gewoon mijn kale bolus. Vind ik toch wel frissies. Nou, hier was ons oude werk. De Hartel. Daar verderop onze oude kantine. Oh, de koffie is daar klaar. Oh, kijk, ze hebben ook schuttingen. Nou, dan kan ik gelijk eventjes daar naar binnen. Ik kan gelijk even een paar nieuwe schuttingen kopen, Kevin. Dat heb ik nou wel nodig. Schuttingtaal. Ik kan er ook gewoon een paar uit de Efteling meenemen. Ja hoor, kan ook. Voor tijdelijk. Zou ook wel, dat zou ik ook wel even kennen. Zo, kijk eens. Daar ook. Ja, toch is de wind nog niet helemaal gaan leggen. Er staat toch wel aardig vrij aan. Staat, hè. In ieder geval niet meer zo erg als
is even op. Ik ben blij dat mijn camera het doet. Ik was heel even bang dat mijn camera nu echt de geest gaf en dat ik weer een nieuwe moest kopen. Maar gelukkig doet hij het nog. Nou, hier ook allemaal schade. Kijk eens hier ook. Echt gewoon totaal finaal afgebroken hier ook. Kijk eens. Ik heb hier echt flink gewaaid, jongens. Nou, aardig wat schade, hè? Aardig wat schade. Gerdy had me trouwens nog gebeld. Ik zal ook daar eens even bellen dadelijk. Eens even vragen wat hij... ik ben eigenlijk gisteren ben ik bijna de hele avond gebeld door Ger. Met alle updatejes. Dus ja, ik zal hem zo eens even bellen. Om even te vragen wat er nou weer was. Want net had hij me ook weer gebeld. Hey Ger, leuk dat je meegegaan bent. Ja Ger, leuk dat je meegegaan bent Ger. Ja, Ger zien we nou helemaal niet meer. Die is echt al een tijd niet meer vlos geweest, Ger. Denk eens dat je de mensen mee geweest. Zo. Ik denk de laatste keer, dat was met de kermis in Brielen, denk ik. Ik denk dat dat de laatste keer was dat hij erbij was. Nou, dat was november. S'winters komen die gasten niet buiten, hè? Nee, s'winters dan zitten ze in een holletje, hè. Dan willen ze niet naar buiten komen. Hij is een winterslaap. Ja, Ger houdt de winterslaap. Nou, kunnen we hem dadelijk wel even bellen. Dadelijk. Oh, hier ook allemaal takken allemaal. Takken. Wat een takkenzooi. Nee, wat een takkenzooi. Hey. Ja, dat wel. Er was iemand die had in een Facebookpagina van Spijkenis foto's geplaatst. En het was met dit park was dat. Ja. Blijf uit de parken en bossen, levensgevaarlijk. Stel je niet aan. Toch? Ja, precies. Ja, stel je niet aan. Jeetje, wat een zeik zet die mensen. Gaan ze een beetje lopen klagen van ja, je moet nou niet het park in gaan hoor, is veel te gevaarlijk. Kunnen nog takken afbreken, ja. Als ik hier daar zo de straat oversteek, kan ik ook doodgereden worden. Ja, daarom. Ja. Echt wel een slap gelul, zeg. Dat vind ik echt slap gelul altijd. Slap gelul. Slap gelul. Ja, hier ook alweer eentje afgebroken. Zo, moet je kijken die binnenkant, joh. Hey. Tering, hé. Hey. Kijk eens. De volgende grote boom die omrug gevallen is. Ja. Hé, hebben we hier... dit is wel een bekende plek, dit. Ja, ook nog eentje. Hebben wij hier ooit niet de intro opgenomen van Dynamite Inc? Hero. Dat was Hero. Wat was dat? Ja, wat was dat eigenlijk? Hey, hallo en leuk dat je kijkt naar de eerste video van Dynamite Inc. Goedemiddag. Het heeft maar één maand staande gehouden, toen was het alweer gestopt, dus... Waarom? Doe ik ook nooit meer. Ik was de enige die ook wel een beetje video's... Maar het was er ook eentje die stapte er ineens gelijk uit, hè. Hey Joost! Juist, ja precies. Jongen. De rest valt op zich wel mee, maar het is even een bestek aan de hand. Ja. Kijk, hier ook nog een grote boom. De meeste zat er maar één of twee boompjes in. Hier ook allemaal takken allemaal. Maar hier, deze is dus ook helemaal omgekukeld. Nou, we kennen hem zo eens even bellen. Zal ik hem eens even bellen voor de grap? Ja, is goed. Gaan we hem even bellen, wacht even. Ga ik hier uit dat buurtje staan. Gaan we eens even Ger bellen, kun je lachen? Ja, ben je gelachen? Nou, ik weet het ook niet. Kan ik het niet zo neerzetten? Zo. Wacht even, gaan we even Ger bellen, ja?
We moeten wel even daar gaan staan. Gaan we wel even verkeerd gaan. Gaan we even verkeerd gaan. Geen idee of je opneemt. Let op, neemt u weer niet op. Hallo Ger, ik ben er even niet. Hallo mijn Ger, ik ben er even niet. Ah, ik ben Ger, ik ben er niet. Hallo mijn Ger, ik ben er even niet. Hallo mijn Ger, ik ben er even niet. Hallo mijn Ger, ik ben er even niet. Ah, neem niet op. Ik bel je Terug. Wat kansloos. Ja. Nou, het maar weer op. Altijd, hè. Als je die gozer nodig hebt, dan is die er niet. Oh. Echt, hè. Tjoe. Het schiet niet op zo. Het schiet niet op. Het schiet niet op. Nou, geen Ger, jongens. Geen Ger. Dus dan gaan we wel kijken. Jongen. Als je hem nodig hebt, dan is hij er niet. Ja, het kan ook zijn dat hij heel snel weer terugbelt, hoor. Ik moet wel even mijn geluid van mijn telefoon even aanzetten. Ja, daarom. Want hij belt altijd wel redelijk snel. Gisteren belde ik hem. Toen nam hij ook niet op. Zo. Toen nam hij ook niet op. Ze legde ik de telefoon neer. Ik loop naar de keuken toe. Bob, gaat de telefoon over. Okay. Toen was het Ger. Hallo, mijn Ger. Nou, hier is nog niet echt heel veel schade hier, hoor. Nee, hier is nog niet echt veel schade. Val wel mee, een beetje takkies wat een beetje. Ja, een beetje takkies, maar voor de rest valt het reuze mee. Ja, hier had je toen die intro opgenomen, maar dat is alweer zo lang geleden. Dat is ook saai. Kun je nagaan dat het alweer bijna 5 jaar geleden is, hè? Wat? Denk wat is ik 5 jaar ongeveer. Geleden? Weet niet nou, dat wij die Dynamite Inc. hebben opgenomen. Oh, dat is ook alweer bijna 5 jaar terug, hoor jongens. Ja, hier hebben we niet echt veel meer, dus ik ga de mail even neerleggen en dan gaan we eventjes een stukje verder lopen. Hey, hallo, goed je weer kijkt naar een nieuwe vlog op dit spul. Ja, Ger, hè? Gerrie, hè? Je zit live in de vlog, zit je nou, Ger? Ja, weet je, ik mag je even volgen. Ja, ik ben aan het vloggen. Waar zit je nou op dan? Hartelpark. Ja, dat heb ik al gehoord. Ja. Ook allemaal bovenop. Zo. Ben je al bij de plaatweg geweest? Plaatweg? Nee. Als je de spijker is, steek je dus een brug op, kom. Ja. En dan gelijk rechts. Zo, auw. Ah, godverdomme, mijn oor, man. Zo, ineens ging die geluid, die ging ineens 3 keer harder. Dat is zo, spreken, hè? Precies op mijn oor te tetteren. Als je op mijn oorapparaat harder gezet hebt. Ja, ik heb je op mijn oorapparaat harder gezet. Maar Ger, leuk dat je erbij bent. Ja, leuk dat je erbij bent, Ger. Maar even luisteren, hoor, als je de spijker in zijn brug afkomt. Ja. Ja, bij die sportvelden. Ja, daar is ook wat gebeurd. Oh, wat is daar gebeurd dan? Ja, dat weet ik niet. Er zijn schijnt dat bomen of een kantine gevallen is of zoiets. Zo, kik, hè? Op de plaatweg. Oh, dan gaan we even kijken. Gaan we lekker even kijken, hè? Er is toch wat hierbij. Ja, en dan moet je bij het arbeidsbureau. Ja, daar heb je ook wat, hè? Jij weet wel waar het arbeidsbureau vroeger zat? Ja. Bij Aan van de Loodstraat. Ja, vlakbij de politiebureau. Ja, nou, daar is ook een boom opgevallen. Ja, die heb ik live gezien. Daar heb ik een video van gezien. Oh, heb je weer gezien? Ja, ik heb de video ervan gezien. Dat die ontpleurde. Ze hebben vanochtend die boom weggezaagd. Oh. De kinderen hier doen niks. Want die kwam ook kaart op een gebouw terecht. Ja. Die is ook kaart op het gebouw terecht gekomen. Ja. Dus. Ben je op een Groenewoud geweest? Groenewoud? Ja. Wat is daar dan? Nou, die wat we gisteren zei je, waar het dak weg waard is. Nee, dat was Maaswijk.
Nee, nee. Is dat groene luik? De Ginde. Oh ja, daar zo. Ja, maar dat kan je toch. Daar zijn die platen weggewaaid. Ja, klopt. Bij de akkers die glasplaten. Ja, die zijn gewoon een stuk op de grond gevallen, ja, klopt. Ja, en bij de groene woud, dat is bij de hoevenmaker. Ja, ja, klopt. Ja, maar ja. Dat kan je denk ik niet zien hoor. Ik denk niet dat je dat kan zien. Dat weet ik niet. Nee. Nou, hier ook allemaal schade, hier allemaal, jongens. Oh, wel schade. Ja, bij de hartel. Ja. Ja, vooral bij het begin. Voor je het harde park inloopt. Ja. Ja, waar? Ja, ik heb het gezien op. Op de voorweg. Ja, ik ben ook al een rondje rijden. Ja, ik ben in de hoek ben ik geweest, was een schuine dag. Al het dakpannen erop gewaaid. Zo. Dat oude postkantoor, zeg maar. Ja. Als je daar dus dan die stijgers, weet je wel? Ja, die staan ook bijna op omkoekelen. Ja, die hebben ze wel onder was gezet. Ah, daar hoef ik niet meer te kijken. Daar zijn ze vanochtend mee bezig. Ja. En dan als je dan daar, zeg maar, tussen de Wiedervalk, de Arbeidsplek, de Park. Ja. Ja, dan heb ik ook een paar onder. Zo. En dan, zeg maar, bij de kinderboerderij. Dat heet de Sterrenburgerstraat, daar is ook bovenop. Ja, dat is centrum. Sterrenburgerstraat, ja. Ja. Klopt. Ja, want ja, ik ben volgens mij waar jullie gewerkt hebben, daar recht tegenover. Ja. Ja, daar begint het al. Ja. Ja, want dan is het stuk geweest. Oké, okay. Ja, ik ga de mail even neerleggen met de vlog. Dan spreek ik jullie dadelijk weer. Gaan we zo weer even verder vloggen. Het is, een beetje irritant met vloggen en telefoneren tegelijk, dus ik ga hem even neerleggen. Nou, ik heb hem weer neergelegd, dus ik heb de telefoon weer even neergelegd. Nog even met Gerry aan de telefoon gezeten. Nou, hier ook een boom helemaal omgewaaid, daar een hele grote tak weg. Dus ja, hier in het Hortelpark is het ook één grote perszooi. Oh, val mee, zegt Kevin. Kevin die zegt van alle schade, ah, daar valt wel mee, hè, zegt hij. Kevin keek nergens meer van op. Hé, Kevin? Ik niet. Dus. Nou. Dat is wel weer een leuk vlogje, hè. Oh, ik heb nog 36 minuten film. Is alweer het einde? Ja, het is alweer het einde, hè. We gaan zo nog even naar een andere locatie. Gaan we daar ook nog even kijken. Nou, Marmijk Flat in Spijkenisse. Dit is een of andere. Ja, wat was het? Een airco is het, hè? Die is gewoon losgekomen. En die is gewoon neergekomen hier, oh. Kijk, wat een apparaat, joh. Die zat gewoon boven op het dak, zat hij vast. En die is gewoon door het storm gewoon zo naar beneden gevallen. Bizar hè. Nou, hier ook. Is ook een boom omgewaaid. Die is op het gebouw terechtgekomen. Ze hebben hem al kort gezaagd al. Oh, dit was hem. Ja. Ja, die is daar terecht gekomen. En dan is die daar op dit gebouw terecht gekomen. Je ziet ook op het dak. Dat zijstuk is neergekomen. Ook het dak is ook helemaal beschadigd. Helemaal. Echt bizar. Maar dat is echt wel een aardig boompje geweest hoor. Hey. Jeetje zeg hé. Hey. Aardig boompje. Zo. Ja, ik zal het filmpje er even tussen plakken. Want wij hebben. Er is iemand op internet geweest die heeft gefilmd.
tot deze naar beneden kwam. Dus ja. In ieder geval zo op het gebouw. Er zit kinderopvang en vluchtelingenwerk Nederland zit hier ook. Daar is hij dus op terecht gekomen. Ja, bizar. Kijk die grond, jongen. Hey. Zo. Ja, er is gewoon niks tegen de windbestand. Dit is dus de Marrewijk Flat. Aardig gek. Ook daar is er nog eentje. Er zijn er twee treinen neergekomen. Hey. Die legt er ook nog eentje. Precies dezelfde. Oh ja. Kijk maar. En ik denk dat hier een auto gestaan heb. Want er leggen ook allemaal glaslichten. Ja, maar glas. Dus ik denk ook dat er een auto. Ja, dat, dat hij op een auto terecht gekomen is. Ja, dit is dus van 9 hoog. Ja, dit is dus van 9 hoog naar beneden. Zo doe ik het, ja. Tjonge, jongen, jongen. Het is een aardig hoog vleetje is het. Bizar, hè? Echt bizar. Dus ja, het is behoorlijk heftig is het hier ook. Ja, we spraken net, een man stond daar zo en een oudere vrouw, die had het erover. Er stond daar een man te praten toen het gebeurde. En ja, dat ding dat is dus op die, bijna op die man terechtgekomen. Je hebt echt een geluk gehad. Daar staat hij, dat apparaat. Maar ja, die heeft echt een engeltje op zijn schouder gehad. Voor hetzelfde geld had die man er niet meer geweest. Dus ja, erg heftig dit. In ieder geval, ja, er is ook al een heleboel schade. Is er al opgeruimd en zo. Dus dit is ook het laatste. Ik ga niet verder meer filmen. Want ja, dus er wordt ook gelijk, wordt er direct wordt er allemaal opgeruimd en zo. Dus echt heel veel is er niet meer om te filmen. Maar dit was even een beetje overzicht hiervan. Alle schade. Nou, daar leg ook nog een boom. Daar bij het Leger des Heils. Dat is het gebouw van het Leger des Heils. Er is er ook eentje. Er ligt ook een boom. Nou, hier is lekker een tak. Omgevallen. Dus ja, dat was het een beetje. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, ja, de groeten van deze kant. Ja, hè, Kevin? Ja, dat was het even. Was alweer even leuk. We hebben even een updateje gedaan. Dus, ja, een beetje van de schade hier en daar. Ja, een beetje de schade opgenomen en zo. Dus. Ik bedank jullie voor het kijken, groetjes en tot de volgende. Bye bye, hoi! Houdoe.